gaan terug naar onze muzikale hoofdgast Esther Apitolei. Esther, we gaan eerst even praten. En wat fijn dat je er bent. En wat vond ik het contrast tussen Bach en Hindemith High Speed geweldig. Waarmee je meteen het hele scala laat zien dat met gecomponeerde muziek allemaal wel niet bestreken kan worden. Bij ons zit een echte missionaris. Esther Apitolei is namelijk de missionaris van de altviool, maar ook van de klassieke en gecomponeerde muziek in zijn totaal. De melancholieke altviool stond bekend als het opvulinstrument binnen het strijkkwartet en ook wel de viool voor de iets minder getalenteerden. Zijn we het nu al helemaal niet mee eens. Al een halve carrière lang laat zij deze reputatie kantelen door de meest uiteenlopende projecten tot aan een heel groot orkest van louter altviolen aan toe. De dirigentenvraag ga ik jou niet stellen. Mag best hoor, kan er best een antwoord op geven. Maar stel hem dan toch maar, Louis. Esther, waarom zijn er zo ontzettend weinig vrouwelijke topdirigenten? Goeie vraag. Ik heb daar een enorme theorie over. Kort. Kort, oké. Mand. Kijk, weet je wat het is? Als je dirigent bent, dat betekent dat iedereen exact moet doen wat jij wilt. Je moet een hele heldere visie hebben. Niet dat vrouwen dat niet hebben, maar wat ik denk, wat de zwakte van de vrouw is, dat ze te veel invoelen dat er mensen haar of dus niet mogen. En wat er gebeurt met een orkest is echt een kinderklas. Dus als de hoboïst haar niet leuk vindt en zij vraagt, hoboïst, zou je misschien iets zachter willen inzetten? En ze mag die niet, dan gaat die hoboïst keihard inzetten. Daar moet je tegen kunnen. Ja. Dus je moet zo ongelooflijk hard zijn als dirigent. En je moet zo'n gepassioneerde passie hebben. En dat is denk ik voor een dirigent. Kijk, regisseus is een heel ander verhaal. Want het is veel meer praten. Maar als dirigent sta je gewoon voor een orkest. Je hebt 120 man ogen die naar je kijken. En je moet exact direct dat voor elkaar krijgen. En daarom denk ik dat het voor een vrouw, het is gewoon ook helemaal geen leuk beroep namelijk. Nee, omdat je gewoon, je moet niet, bijna niet. Nee, ik vind het top. Want zij is geweldig, hè? Ja, ze is. Nee, maar zij heeft ook een leuk orkest. Of je ze hebt ook een orkest. Altviool trouwens, hè? Ja, nee, ja. Ze schept een band. Maar goed, besides that. Okay. In ieder geval is dit een aanvullende theorie op de vraag die wij nooit helemaal zullen kunnen beantwoorden in één schuurshow. Waarom zijn er zo weinig topdirigenten? Esther, even een kort gesprek. Jij promoot de altviool op vele wijzen en jij gaat dat op dit moment doen. Je bent dat aan het doen met een soort reizend festival. Locomotive. Ja. Locomotive gaat ook neerstrijken in Haarlem, hier in de toneelschuur. Ja. In de loop van half maart, zeg maar. 11 en 12 maart. Wat zijn jouw doelstellingen met speciaal dit project? Want dit is weer anders dan jouw voorgaande altviool-projecten. Ja, mijn vorige festival was inderdaad het hele Viola Festival. Dat was inderdaad het promoten van het instrument. Maar ook ik bespeelde het instrument, dus ik was wel degene die het bespeelde. En het bleek gewoon marketingtechnisch gezien dat iedereen vroeg, wat is dit festival? En toen bleek dat het, ja, door veel praten, dat het veel beter was als mijn naam eronder kwam. Dus was het duidelijk van, oké, het is Esther Apitolei en die speelt de altviool. En dus het is een indirecte natuurlijk promotie voor de altviool. Maar eigenlijk gaat het voor mij ook voornamelijk om klassieke muziek juist aan anderen te presenteren en te luisteren. En als ik in de Philharmonie ga spelen, dan heb je sowieso het klassieke publiek. Dat komt wel. Maar het theaterpubliek, die gaat niet naar de concertzaal. Dus ik dacht, ik ga klassieke muziek in het theater brengen. Want ik weet zeker dat iedereen van Bach houdt en van Purcell houdt. Maar je gaat niet zo gauw naar een concertzaal. Dus ik probeer op deze manier mijn missie zo te volbrengen om dat dan toch in het theater te doen. In dit geval heb ik dan ook nog een actrice erbij. Leni Bredeveld. En zij speelt de schoonmaakster van de toneelschuur. En zij komt op hetzelfde moment op als ik. En dan is het van, nou ja, wie gaat hier iets doen? En nou, dat wordt een soort strijd. En het zijn ook twee werelden. Dus eigenlijk het sublieme tegenover het triviale bijna. En die twee werelden, dat vind ik mooi om te onderzoeken. Waar kan je elkaar treffen? Dus de schoonmaakster en de klassieke muziek. Waar toch ook weer een dankbaar thema. Die tegenstelling. Xander had het er net over. De tegenstelling in de kunst, in conceptuele kunst. Is dat in de muziek ook een belangrijk thema? Dat de tegenstelling, de contrasten zeg maar in de muziek?
Nou, ik voer het wel iets verder door om het ook nog theatraal te doen. Maar ja, als je het gewoon puur even over de muziek hebt. Als je ik hou heel erg in de muziek van dynamiek. Dat is ook een contrast. En dan heb je het over heel zacht spelen. Of heel hard spelen. Heel snel spelen, wat ik net gedaan. Of heel traag spelen. Ik weet niet, daar hou ik... Ja, die zoek ik. Ik zoek altijd het contrast op. In de muziek, maar ook in het leven. En dus ook op het toneel. Of in de concertzaal, ja. Op 11 en 12 maart in de toneelschuur. Esther Apitolijs Locomotive. Met op een van beide avonden een hele belangwekkende gast. Bernd Snijders, onze vertrekkende burgemeester. Is trouwens heel muzikaal. Weet jij dat, Esther? Hij speelt de bas. Ik zit in zijn band ook, toevallig. Oh, hij zit in elkaars band. Kijk. En de dag daarna, minstens zo interessant, beroepsprovocateur en verbaal talent Jan Mulder. Juist. Twee avonden, twee keer kaartjes kopen mensen voor allebei de avonden. Esther, dank je wel. Even één kort vraagje, want Bernd, we hebben gezegd, Bernd die is er dan wel, Bernd Snijders. Maar gaat hij samen met jou spelen? Ja. Oh, wat leuk. Dus nou, hij gaat niet spelen, hij gaat niet op de basgitaar spelen, want dat doen wij alleen op Koninginnedag hier, samen. Okay. Maar die avond krijgt hij een strijkkwartet tot zijn beschikking. Dat heeft Hedy Dancona vorige keer ook gedaan. Geweldig was dat. De reflectie van Bernd Snijders op een strijkkwartet op de klassieke muziek. Okay. En dat is leuk om het vanuit een andere hoek klassieke muziek zeg maar te promoten. En het kan nog net, hè? Onze scheidend burgemeester. Kan nog net, ja. Ja. Goed. Nou, zal ik even zeggen wat ik ga spelen? Ja, alsjeblieft. Want het heeft toch wel met mijn voorstelling te maken. Die heet Bach en Bleekwater. En het gaat uit van de chaconne van Bach. En de chaconne van Bach is geschreven origineel voor één instrument. Maar het lijkt wel of je gewoon echt het heel orkest moet spelen in je eentje. En ik vind dat zo'n geweldig stuk. Ik ben verslaafd. Dat is voor mij de Bijbel bijna. Ik ga nu een heel kort stukje daaruit spelen. En de avond van Bach en Bleekwater is een beetje gebaseerd op dit stuk. Dankjewel. Esther Apitolijs, voor de derde en laatste keer. Thank you.
Thank you.